Wat was je thuissituatie in die periode? Toen woonde ik met mijn moeder bij mensen in huis, want wij waren door de oorlog helemaal uit elkaar gevallen en zo. En ik was pas heel kort herenigd met mijn moeder, na een hele lange fase van een jaar of 5 minstens, dat we elkaar niet hadden gezien. 2 jaar na de oorlog en 3 jaar in de oorlog. Omdat we Joods waren, moesten we onderduiken. En na de oorlog was mijn vader overleden en toen kwamen wij in huis bij een nicht van mijn moeder en haar man. En daar begon toen een nieuw leven eigenlijk. Hè. Dus wij waren eigenlijk allebei in huis bij familie, kan je wel zeggen. En met name in die periode, dus de jaren 50, waar woonde u? Dat was in het Gooi, in Bussum eerst. En later in Blaricum, maar in het begin in Bussum, de eerste jaren. Kan je wat meer, dan ook wat meer vertellen over je band met Rotterdam? Ja, ik ben geboren in Rotterdam en alle mensen die geboren zijn in Rotterdam hebben een eeuwige band met deze stad op een of andere manier. Bij mij was het heel sterk. Dat kwam misschien ook wel, heb ik later gepsychologiseerd, door de oorlog en dat we weg moesten en alles en de verwoesting van die stad. Dan ga je dat associëren natuurlijk met je eigen lot en het lot van die stad. En dat werd met je één, althans dat... Zo zie ik het nu, achteraf eigenlijk, denk ik. Toen heb ik dat natuurlijk niet zo bewust gevoeld. Maar ik had gewoon een hang naar de stad waar je vandaan kwam. Waar je je mooiste jaren had meegemaakt. Het waren er maar 7 geweest, maar die waren toch heel mooi in mijn herinnering. En daar wilde ik steeds naartoe. En dat kon ook gelukkig, omdat ik hier een tante had, een zuster van mijn moeder. Met 4 kinderen. Dus daar ging ik in heel veel vakanties naartoe. En die tante was zo lief om me altijd naar de film te laten gaan. Dus ik had hier juist een uitgelezen kans om erg veel naar de film te gaan. Dus die associatie met film in Rotterdam was heel groot. Maar door een toeval dus eigenlijk, in zekere zin. Maar het was wel de stad van waar ik vandaan kwam, natuurlijk. En waar woonde die tante? Die woonde in Kralingen, op de Oostzeedijk. En dat was een heel, heel groot ouderwets voor oorlogs bovenhuis, maar dan kon je zo met de tram of lopen naar de stad waar de bioscopen waren. Ook andere dingen, ik ging ook natuurlijk naar musea, want dat hoorde erbij, het was heel netjes om dat te doen. En zo, maar dan wist ik over een uur, dan kan ik er weer uit en dan ga ik, en dan begint om 3:30 de film, bij wijze van spreken, weet je wel. Dat had ik altijd in mijn achterhoofd, zo'n scenario, altijd. En haar kinderen, dus je neven en nichten, hoe oud waren die? Die waren een stuk jonger. Die waren aanzienlijk jonger, dus die gingen niet met mij mee wat dat betreft. Ja. Er zal wel eens een keer iets geweest zijn dat we naar de Sinjak gingen met z'n allen of iets dergelijks. Maar verder ging ik vaak alleen, of ook wel eens met hen s'avonds. Als zij naar de film gingen, dan namen ze mij mee. Hè. Maar meestal ging ik alleen. En dat vond ik ook het mooiste, dan kon je helemaal zelf uitzoeken waar je heen ging. Dat was natuurlijk het leukste. Ja. Ja, en nog wat meer achtergrond van het gezin. Wat voor werk of opleiding had je moeder en of misschien ook je tante in dit geval? Het belangrijkste was voor mij die pleegouders hè, waar we in huis waren. Ja. Mijn moeder was zonder beroep, maar die had toen een tijd lang een baan in een boekhandel waar ze werkte, later in een modewinkel. Maar ze ging ook vaak naar familieleden in het buitenland om te helpen en zo. Dus die andere mensen daar, de pleegouders, die speelden een zeker zo belangrijke rol als mijn moeder. En hij was een hele bekende man in Nederland, hij was Martin Toonder. En hij schreef en tekende strips. En hij had een hele studio in Amsterdam waar hij de baas van was. En zijn vrouw schreef ook strips en was ook artistiek bezig en hielp haar man op allerlei manieren, dus ze waren heel erg in de artistieke wereld. Maar ik dacht altijd toen ik naar ze toe ging, ik kom nu midden in een artistieke scene terecht, maar dat was helemaal niet zo, want ze hadden zich juist teruggetrokken uit Amsterdam. Ze kwamen overigens ook uit Rotterdam, oorspronkelijk, maar later waren ze naar Amsterdam gegaan en nu waren ze teruggetrokken in het Gooi, omdat ze een rustiger leven wilden, weg van zoveel afleidingen dat ze zich meer aan het werk konden wijden.
En ja, je omgeving, was die religieus? Helemaal niet. Helemaal niet religieus. En politiek geëngageerd op een bepaalde manier? Niet echt, nee, nee. Ze waren liberaal in allerlei opzichten. Ja. Dus nee, maar niet echt dat je zegt. Ze waren geïnteresseerd in alles. Ze hadden tientallen kranten, kwamen daar binnen en buitenland elke dag. Heel erg op de hoogte van alles. Maar niet dat ze een speciale partij aanhingen of zo. Mijn moeder was ook links-liberaal, net als zij, denk ik. En ja, dan, zelf ben je dat dan ook, is het raar. Hè? Het gaat automatisch zo. Hm? Waren er ook andere vormen van vrije tijdbesteding, bijvoorbeeld verenigingen, clubs, sport? Bij hen? Of bij... Bij jou zelf? Nee, nee, dat was nog in die tijd heel weinig. We waren natuurlijk op school. En dan had je natuurlijk allerlei schoolactiviteiten. Ik was heel erg actief bij een schoolblad, schoolkrant, dat soort dingen. En het was een hele moderne school, waar erg veel werd gedaan aan toneel en zo. Je kon ook rollen spelen in toneelstukken. Ik heb een rol gespeeld in Midsomernachtsdroom van Shakespeare bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En ik mocht regieassistent zijn bij Pygmalion van Shaw bijvoorbeeld. En wat later het model werd voor, hoe heet het nou, de bekende musical. My Fair Lady natuurlijk, ja. Ja, maar goed, dat hoorde meer bij de school. We waren niet bij verenigingen, deden heel weinig aan sport. Dus nee, dat speelde niet zo'n grote rol. Dus bioscoopbezoek was het belangrijkste? Dat was mijn, ja, het was een soort passie. Ik dacht eigenlijk alleen maar daaraan. Ik was steeds op uit om het gedaan te krijgen dat ik af en toe eens naar de film mocht. Een zoon van deze pleegouders, die was iets jonger dan ik en die probeerde ik te bewerkstelligen. Vraag jij nou aan je ouders, weet je wel, of wij zaterdag naar de film mogen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat was altijd heel slinks weg bewandelen om het gedaan te krijgen. En dan zag je in de krant advertenties en dan je, oh, dat is een film die zou ik willen zien. En dan ging je vertellen, ja, ik heb gehoord dat die heel erg goed is en dat dat heel, nou ja, ook artistiek gezien, de moeite waard, weet je wel, het speelde een grote rol bij deze mensen. Dus dan kon je hen zo soms in de richting bewegen. En soms namen mijn pleegmoeder, ons mee naar Amsterdam, een hele enkele keer. Dan mochten we mee naar een groot theater in Amsterdam. Ja. Ook voor de film? Dus of, ook voor de film, af en toe, ja. Nee, voor de film, ja. Ja. Okay, heel af en toe. Waarom heb je toegestemd om mee te doen aan dit onderzoek? Omdat film mij heel na aan het hart ligt. Film is echt voor mij een enorme motor geweest. Dat was na de oorlog een hele moeilijke fase. En het is moeilijk je voor te stellen in deze tijd, als je overstroomd wordt door beeld en geluid en entertainment op alle gebieden. Dat er toen was er gewoon niets, helemaal niets. Na de oorlog begon de radio weer en dat was al enorm. Ik zat de hele dag aan de radio gekluisterd. Je wist precies, er is van 12 tot 1 een uurtje lichte muziek, weet je wel. Dan was er een bepaald orkest wat speelde. De Scarmasters heette één band en de Ramblers. En je wist precies wanneer in de week die speelde of wanneer er een half uur Amerikaanse muziek was. Hè. En dan race je naar huis op de fiets. Om op tijd te zijn om net nog 4 van de 8 nummers nog te kunnen horen of zoiets. Het was allemaal heel schaars. En daarom was het de eerste keer dat ik echt met een film geconfronteerd werd. Echt letterlijk een openbaring. Alsof er echt een luik openging die een kijk gaf op een hele andere wereld. Die ik nog nooit had gezien. Kan je daar meer over vertellen? Nou ja, het was zo ongelooflijk. Ja, de allereerste film die ik zag, dat was helemaal niks. Dat was ging over de walvisvaart, dan vond ik echt verschrikkelijk om te zien. Maar toch, het bewegende beeld was al iets bovennatuurlijks bijna. Maar al heel gauw daarna gingen wij naar een andere grote film. Een Dickens verfilming, Great Expectations. En dat heeft een verbluffende indruk op mij gemaakt. Dat was werkelijk helemaal van de aarde weg eigenlijk.
En sindsdien had ik echt maar één doel in het leven, is daar zoveel mogelijk van meemaken. Van dat soort dingen. Kun je nog meer beschrijven wat dan dat verbluffende was? Nou ja, dat je kennis maakt met andere werelden. In de oorlog heb ik jaren doorgebracht op de Veluwe, in een klein dorpje. Eerst in Ede, dat was nog een iets groter dorp, maar later in Harskamp. Klein dorpje met een legerplaats, maar verder helemaal niets. En de zoon van die mensen bij wie ik in huis was, die kwam uit Den Haag. En die vertelde mij wel heel veel verhalen, dat hij vroeger altijd naar de film ging in Den Haag. En dat vertelde hij me hele films en de pointes van lachfilms, zoals dat vroeger heette. Van Laurel Hardy en Chaplin en waar ze over gingen. En ook andere films. Dus ik had het idee dat ik een hele hoop van die films gezien had, bijna. Dus dacht je, als ik maar eens de kans kreeg om dat ook te kunnen zien. En er was een bioscoop ook in Ede waar we toen zaten. Maar dat was een moffe bioscoop, zei de moeder van deze jongen die alles vertelde hierover. Dus daar mocht je natuurlijk helemaal niet naartoe. En na de oorlog vonden ze het ook allemaal niet erg opvoedkundig. Dus het bleef een hele grote uitzondering. Maar die drang was er enorm. Hè? Na die eerste ervaringen. En dat was echt, ja, dat je kleur, geluid en als het kon ook nog dans en muziek zag en zang en, dat, ja, en de avonturen. En dat. The Great Expectations was niet in kleur. Nee, die was niet in kleur. Nee, dat was niet de kleur. Maar dat had dus toch zoveel drama en zoveel spanning en sfeer ook vooral. Het begon op een begraafplaats en een enorme schrik. Van iemand die opdook achter een graf, dat was al meteen een shock effect. In de beste echte film die ik ooit zag. En ja, op een of andere manier, ze dacht dat het veel te heftig was, maar ik vond het prachtig, gek genoeg is het rare. En hoe oud was je toen? Toen was ik 10, 11 denk ik. Ja. Welke bioscoop was dat? Dat was in Arnhem ergens, hoe die bioscoop heet, kan ik me niet herinneren. Maar in Arnhem, daar gingen we met de auto naartoe, ze hadden wel een auto al in die tijd, kan ik me herinneren. Zo 's avonds in het donker. En we waren net op tijd voor de hoofdfilm begon. Dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk een uitzondering? Dat was een grote uitzondering, ja. Waarom wat? Waarom toch die film? Nou ja, dat hadden zij gekozen. Zij hadden natuurlijk een goede artistieke film. Want het was een film die een grote naam had. Die regisseur David Lean is later heel beroemd geworden. Maar die had toen ook al een faam. En die werd natuurlijk in de kranten waarschijnlijk heel goed beschreven en zo. En Dickens. Ze waren ook wel Engels georiënteerd. Hoewel ze eigenlijk van Duitse kom af waren, maar niet te min. Maar helemaal op Engeland wel gericht, denk ik. Dus. Een beetje had je een favoriete bioscoop? Zeker als je denkt aan die. Later. Ja, in de jaren 50. Had je een, ja. Ja, dan moet je natuurlijk. Ja, ik ging in verschillende plaatsen naar de film. Hè. In het Gooi, waar we woonden, en in Amsterdam. En in Rotterdam. En gek genoeg heel veel in Londen. Want ik had het grote geluk dat ik een naaste familielid had. Een zuster van mijn vader die in Londen woonde. En daar ging ik elk jaar naartoe. En daar had ik nog meer de gelegenheid om naar de film te gaan. En daar ging ik echt, bijna dagelijks, geloof ik wel. In enorme theaters van Londen. En naar alle uithoeken van de stad ging ik van die tijdschriften waarin precies stond van al die honderden theaters die er toen waren, echt letterlijk honderden, kon je precies zien waar in welke buitenwijk daar en dat draaide. Films die je wist dat ze bestonden, maar nooit had kunnen zien. En die kon je daar nog inhalen, ook in de jaren 50, later nog. En zo. Dus dan maakte je hele reizen met de ondergrondse naar verre streken eigenlijk. Dus ja. Een favoriet theater in Londen, om het daar maar even bij te houden, was Warner. Want daar draaide de films van Doris Day. En dat was mijn enorme favoriet. En de eerste bioscoop waar ik dat zag in Nederland was City in Hilversum. Maar ik heb nu net in allemaal oude blaadjes van mij die ik heb gevonden waarin op ik schreef waar ik welke film had gezien en wie erin meespeelde, heb ik gezien dat ik een hele hoop van die films van haar juist in Rotterdam heb gezien, is het gekke. Waar? Moet ik even nakijken, in Lutuska
was toen een beroemde bioscoop. Dat was een noodbioscoop, eigenlijk een hele grote. Daar heb je waarschijnlijk wel van gehoord. En die was door verschillende filmmaatschappijen in gezamenlijkheid gebouwd. Hè, om tegenwicht te bieden tegen alle verdwenen bioscopen die gebombardeerd waren. Maar ook in andere theaters heb ik ze gezien, in de Cineac. Je had een Cineac kennelijk voor het nieuws en voor korte filmpjes, maar ook toen ook al kennelijk was er een Cineac, verbaast mij, waar hoofdfilms draaiden. Of het was misschien zo dat ze in de avond in dezelfde Cineac hoofdfilms draaiden. Dat weet ik niet hoe dat in die jaren was. Nee, want je had inderdaad Beurs en NRC. En de ene was inderdaad meer. Ja, maar dat was later. Of dat in de eerste fase had je volgens mij alleen maar de Cineac in het Beursgebouw van de AD, Algemeen Dagblad. En ik denk dat ze toen in die tijd 's avonds daar gewoon hoofdfilms draaiden. Ja. Maar goed, dat waren favoriete bioscopen. En de allermooiste vond ik het City Theater in Amsterdam. Want dat deed me heel erg denken wat ik had gezien in musicals over theaters in Amerika. En dat was ook zo. Het was een heel groot theater, leek op de Radio City Music Hall. Enorme zaal. Nu is hij helaas verdeeld in kleinere zalen. En Tuschinski vond ik ook mooi, maar dat vond ik toch belegen in die tijd. Juist dat moderne, gladde en Amerikaanse, dat vond ik van dat City Theater heel erg mooi. Dus dat was in Nederland mijn favoriet. Ja. En voor Rotterdam, als je voor Rotterdam zou moeten kiezen? Het loopt natuurlijk aan elkaar over. In die tijd had je Rotterdam natuurlijk, wat ik net zei, Lutiska. Arena had je over, wat nu niet meer bestaat. Daar is Nighttown ingekomen later. Capitool had je op de Nieuwe Binnenweg. Ik kwam later Grand en Studio 62 in. En de Cineac en dergelijke. En later kwamen daar Thalia bij en Lumière en Corso en andere theaters. En dat vond ik het mooiste, vond ik eigenlijk een tijd lang Grand. Dat was in plaats van Capitool was dat gekomen. Dat vond ik een heel mooi theater. Daar heb ik ooit kans gehad om Robert Wise te interviewen. Die was de maker van de West Side Story en die kwam toen toevallig in Rotterdam. Ik was de enige die dat wist. En daar in dat theater, dat was ontzettend leuk. Ja. Waar zijn film heel lang had gedraaid. Ja. En buurttheaters, bijvoorbeeld op Zuid, Victoria, kom je daar ook? Ja, Victoria in Noord, hè, op de Bergweg, daar kwam ik ook. Minder vaak, maar toch wel. Ik heb Stan Laurel en Oliver Hardy film zag ik net in de begin jaren 50. Een van de eerste films in 1950. Die denk ik op 2 januari ongeveer. Zag ik Fra Diavolo. Die was op de Bergweg. En Colosseum, daar heb ik ook prachtige herinneringen aan. Hoewel ik er ook minder kwam dan in de theaters in het centrum. Maar daar heb ik echt een hele mooie herinnering aan. Een van de eerste musicals die ik ooit zag. Denk ik, na de oorlog. The Time, The Place and The Girl heette die film. Ik denk een hele mediocre tweede rangs film, denk ik, als je hem nou terug zou zien. Maar toen vond ik het fantastisch. Het speelde zich ergens af, een Amerikaanse film die zich afspeelde ergens in Zuid-Amerika. Met zang en dans en dergelijke. En het mooie was, dat was een beetje zo'n groot theater zoals je die in Londen ook had. Heel groot, breed theater. Met een orgel wat uit de grond oprees en dergelijke dingen. Dus dan had je echt een groot stadsgevoel, had je daar, vond ik. Was dat ook een attractie, het orgel? Ja, het orgel vond ik fantastisch. Ja, überhaupt dat je dat had. In de Arena had je dat ook, op de Westkruiskade. Daar had je dat ook. En had je zelfs nog in het begin een orkestje bijvoorbeeld wat speelde. En wat jongleurs, hè, die in de pauze nog hun kunsten deden. Acrobaten, jongleurs, goochelaars. In Tuschinski en in City in Amsterdam had je dat elke week. Later, toen ik in Amsterdam op kamers woonde, eind jaren 50, was dat nog allemaal aan de gang. Dat kan je nou niet meer voorstellen. In die grote theater City in Tuschinski, elke voorstelling was er een kwartier ingeruimd voor, voor variété eigenlijk. Hè? Tussen het voorprogramma en de hoofdfilm in. Maar heel gauw daarna werd het allemaal opgeheven en werd het allemaal te duur. Maar ik vond het prachtig. Ik heb ook nog een staartje daarvan meegemaakt in New York. De allereerste keer dat ik ooit in New York kwam, dat was in 1970.
Toen ben ik meteen met jetlag en al naar de Radio City Music Hall gegaan. En meteen naar 's avonds helemaal groggy. Die enorme danserijen, danseressen bedoel ik gezien. De Rockettes heette die. Daar was het theater beroemd om. Hè? Een hele lange chorus line van misschien wel 50 meisjes. Die allemaal precies even lang waren. En die dan dansnummers opvoerden met prachtige decors en zo. En dat allemaal voor de hoofdfilm begon. Dat kan je haast niet meer voorstellen. Ja. Bij de hoofdfilm ben ik toen wel in slaap gevallen, weet ik nog. Maar, toch nog een kleine vraag over dat orgel. Wat werd er nou gespeeld op zo'n bioscooporgel? Ja, dat waren toch de bekende deuntjes uit de jaren en zo. Hè. En zag het ook op de films? Nou, de hele mooie deden het wel. De hele mooie. Maar of dat hier in Rotterdam bijvoorbeeld, in die, vraag me af, misschien wel in Colosseum, dat ze dan zo probeerden uit te komen op dezelfde toon als de eerste tonen van de film. En dat het orgel zo uitdoofde en de film begon. Dat was het mooie als het in elkaar overliep, synchroon bijna. En het Tuschinski Orkest maakte er ook een kunst van om dat zo te doen. En die wisten dan precies waar de film mee begon. En dan zetten ze dat deuntje in en dan ging het doek open en dan stopte zij en dan nam de film het over. Dat was echt fantastisch. Maar het was echt een kunst op zichzelf. Maar dat zag je alleen maar in dat soort theaters. Ik denk dat het... Ik kan me niet voorstellen dat ze dat in de rest van de theaters deden, hoor, dat soort dingen. Maar die orgels waren ook maar in hele enkele theaters. Hè. In Passage in Schiedam had je er een. Die heb ik overigens nooit echt nooit gehoord. Daar speelde Joop Walvis. Joop Walvis, ja. En je had hele bekende, hè? Cor Stijn had je, Bernard Drucker in Amsterdam, hè? In Royal, op de Nieuwe Dijk. En nou ja, hier in Colosseum dus, ja. Kwam je in Schiedam, kom je ook? Nou, haast nooit, nee. Nee, er was er altijd genoeg in Amsterdam, in Rotterdam natuurlijk. Dus, Prinses nog wel? Of? Ja, Prinses, heel veel. Ik heb het nu gemerkt weer, die lijstje heb bekeken van al die theaters. Dat ik veel in Prinses kwam, ja. Heel veel. Dat draaide kennelijk de soort films die ik leuk vond. Ja. Dat is een mooi bruggetje. Wat waren dat? Wat voor soort films vond je leuk? Wat trok jou het meest? Ja, dan moet je eigenlijk de lijstjes erbij halen, weet je wel. Nee, maar meer niet? Van, ja. Misschien meer de genres. Oh ja, nou ja, ik vond, ja, eigenlijk was je dan alles vreten. Eigenlijk wel, elke film was eigenlijk goed, maar je had natuurlijk wel voorkeuren. Ik was gek op showfilm, zoals dat vroeger heette, dat een woord dat helemaal onbruik geraakt is, met zang en dans en zo, vanwege de vrolijkheid en de grappen en maar vooral ook de zang en de dans zelf, de kleuren, maar ook westerns, cowboyfilms vond ik fantastisch en avonturenfilms zoals de Drie Musketeers, ja, natuurlijk veel meer avonturenfilms, maar ook ja, familiefilms, een genre wat je nou eigenlijk haast niet meer ziet. Over ja, belevenissen van hele gezinnen en dergelijke dingen. Wat nu eigenlijk voor de televisie is, denk ik. Hè? Dat zijn dingen die je eigenlijk nu in televisieseries meer zult zien en dergelijke. Maar toen was dat nog bioscoopvoer. En thrillers natuurlijk, thrillers. Spannende films. Ja, nee, ik vond het allemaal fantastisch eigenlijk. Ik kan niet zeggen dat er één... Ja. Er waren geen genres die vermeed of... Vermeed, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ik heb altijd wel een voorkeur gehad voor het Angelsaksische werk, maar dat kwam waarschijnlijk doordat ik veel naar Engeland ging in de vakantie en zo. En ja, je smaak dan gevormd werd. Maar ik vond die Franse films ook, en Italiaanse, vond ik ook heel fascinerend. Duitse films had ik natuurlijk veel minder mee, hè? Juist na de oorlog natuurlijk. Dat heeft heel lang geduurd voor ik me daar toe kon zetten om Duitse films te zien. Maar die waren ook, geloof ik, niet zo vaak erg bijzonder in die jaren. Nou, je hebt dus die muziekfilms eind jaren 50, die Conny Freubus. Ja, daar ging ik nooit heen. Nee, die vond ik zo ontzettend slap. Niet alleen maar omdat ze Duits waren, hoor. Maar niet vanwege de oorlog of iets dergelijks. Maar die vond ik zo ontzettend, ja, amateuristisch eigenlijk. Ja, als je gewend was aan Hollywood en dat soort dingen, dan kon je dat gewoon niet aanvaarden, weet je wel. Dus er waren misschien geen genres die je vermeed, maar wel kwaliteits... Ja, althans, ja, omdat je dus
dat hele, ja, dat gelikte gewend was en dat goede en dat en helemaal, ja, technisch veel volmaakter natuurlijk en beter, dat was meer in geïnvesteerd en er was veel meer talent ook in, ja, ik weet niet, en de songs waren beter natuurlijk, dat soort dingen, de humor was leuker, ja, althans in mijn ogen. En als je denkt aan het venster of criterium voor de artfilm? Ja, ook. Het venster heb ik een paar keer hele goede herinneringen aan. Vroeger had je het venster, had je zo'n doek wat zo omhoog kwam. Dat was heel mooi. Dat hadden ze daar in het venster. Het was natuurlijk maar één zaal, hè? Alleen maar het venster. En dat, dan hadden ze een doek, dat kwam zo uit het niks omhoog. Zo. Dat richtte zich op. Dat was prachtig. Maar dat, ik denk alleen de eerste jaren, ik denk dat het wel kapot is gegaan, die constructie. En dat was heel mooi. En dat strekte zich zo uit, opeens. En daar heb ik, daar had je, in die tijd had je een voorliefde in Nederland, bij bepaalde kringen, voor een Engelse comedies. Dat was hoe heette die studio? Ealing Studios, ja. Ealing Studios. Daar had je Whiskey Galore bijvoorbeeld en dat soort films. Die draaiden daar maanden, of nou, althans weken minstens, in dat soort theaters. Dus die heb ik daar inderdaad gezien. Maar ook andere films. En Criterion? Criterion, ja, vroeger. Of die bestonden nog niet zo vroeg in de jaren 50. Criterion is pas later begonnen. Dus eigenlijk net na de jaren 50, denk ik. Ja. Maar daar kwam je ook veel. Ja, nee, zeker. Ja. En dat prachtig, dan moest je met de lift naartoe. Hè, uit de hal. En dan... eerst dat uitzicht over de stad, hè? Want je had daar, lieten ze dat eerst nog zien en dan werd het verduisterd en dan kwam het doek ook naar beneden. Hè? In de goede oude tijd dan. Later hebben ze dat ook volgens mij versimpeld. Ik geloof dat ze dat dan niet meer deden toen later. Was er nou een verschil tussen het venster, Criterion en bijvoorbeeld Studio 62, allemaal de zalen waar ze zo wat... Nou ja, het was toen net gekozen natuurlijk. Hè? Criterion, hè? Zeker in Amsterdam, maar toch ook wel in Rotterdam. Het was toch iets meer, ja, voor de nieuwere vormen, heb ik het idee. En ik denk dat Lantaarn iets meer de kunstzinnige, echte arthouse film, van, in de vooroorlogse zin van het woord, als het arthouse, het woord bestond waarschijnlijk voor de oorlog niet nog. Ja, ik ben denk, tegengekomen. Ja, voor de oorlog ook al? Nee, dat weet ik niet. Vraag ik me af. Je denkt dat na oorlogs, maar filmliga en zo, hè? En ook wel dat ze films nog eens uitbrachten opnieuw en die kwamen dan wel vaak in het venster. En de Uitkijk in Amsterdam was het tegenpool van het venster, de Uitkijk. En het Leidseplein Theater had je ook in Amsterdam. En daar had je inderdaad wel van dat soort films, ja. Studio 62, hoort die eigenlijk ook in het rijtje? Nou, dat is een tussenvorm, hè. Dat iets, ja, zoals je dat nu in de Pathé's ook hebt, Pak noemen ze dat, hè. Films die wel binnen de mainstream horen en die voor een groter publiek zijn, maar die net even ietsje artistieker misschien of voor een bepaald publiek zijn, die kwamen dan in Studio 62, denk ik. Ja, ja. Hoe ging je naar de bioscoop? Als je bij je tante logeerde in Rotterdam, wat was je vervoer? Nou, ik denk heel vaak lopend, want ik was dol op Rotterdam, dus als ik dan terug was in de stad, dan ging ik allemaal kijken wat er nieuw was gebouwd en nieuwe gebouwen en hoe het allemaal veranderde hier. Want elke keer als je terugkwam was er wel iets bijgebouwd. In het begin ging het niet zo hard, maar toch elke vakantie was er wel een of twee gebouwen waren erbij gekomen. En dus ik ging veel lopend, ook wel eens op de fiets denk ik, maar ook vaak met de tram. Lijn 1 had je toen, die ging van Kralingen, het eind van de Honingendijk begon die. Over de Oostzeedijk via het Oosterplein, Groenendaal. Over de Blaak naar de Coolsingel en dan was je er al bijna overal. Dus die kan ik me ook heel veel herinneren dat ik met lijn 1 ben gegaan. In Rotterdam zelf. Je hebt het over vakantie, gaat het dan over de zomer of meer? Nee, ik ging ook vaak in de kerstvakantie. Paasvakantie ook vaak. En de zomervakantie, ja. Dus altijd die vakantietijden, ja, dus waren het. Gemiddeld zijn wel 2-3 keer per jaar? Ik denk 2-3 keer per jaar, ja. Ik denk, laten we zeggen, gemiddeld 2 keer per jaar. Maar vaak wel langere tijden. In de zomer echt wel langere tijden. Ze gingen ook vaak,
huurden ze een huis in Noordwijk en dan gingen ze ook vaak heen en weer en zo, weet je wel, van dat soort dingen. Want daar is misschien buiten meer Luxor, ging je daar ook heen? Luxor, ook veel. Ja, ja, maar Luxor, die was toch in die tijd heel veel bioscoop toch hoor. Heel veel, en ik zie het ook in die lijsten die ik heb bijgehouden, dat Luxor erg veel erin voorkomt. Ja, dus vaak in Luxor. Niet, altijd niet alleen, nee. Maar in de jaren 50 denk ik dat het nog, dat film de hoofdmoot was, heb ik het idee. Als ik het nu achteraf zo bekijk. Dat later is dat hier op de tweede plaats gekomen, maar in het begin denk ik dat film een hele grote rol speelde daar. Ja. En als we het over deze periode hebben, dat je zoveel bioscopen bezocht, was geld een issue? Ja, dat was altijd een heel groot punt natuurlijk. En ja, het was een hele... Het kostte veel geld om dat te doen en je moest het eigenlijk van je zakgeld betalen. Hè? Althans thuis gewoon, als ik thuis was in Bussum dan, voor mij, in mijn geval. Dus dan moest je het van je zakgeld doen, dan moest je het bij elkaar sparen. En daarbij kwam dat ik die krankzinnige liefde had voor Doris Day een tijd lang. Dus elke foto wilde kopen en elk tijdschrift waarin ze kwam. Dus dan was er ook een fase dat ik stiekem spaarbankboekje het geld van afhaalde en zo. Om dat te kunnen bekostigen. Het was een enorme scène, weet ik nog, thuis toen ze dat merkte dat ik dat gedaan had. Dat mijn spaarbankboekje praktisch leeg was. Het was allemaal opgegaan aan filmbezoek. Maar vooral ook aan het kopen van foto's, plaatjes, grammofoonplaatjes en boekjes en tijdschriften. En toen, weet ik nog, was het net om een dag dat we naar een film zouden gaan met z'n allen. En toen mocht ik voor straf niet mee. En toen gingen zij wel naar een film van Orson Welles, een Shakespeare verfilming. En ik zat thuis. Maar een week later heb ik in mijn dagboek toch kunnen vinden. Ging ik wel op de fiets naar Amsterdam, want dat was een nieuwe Doris Day film. Naar City in Amsterdam, maar dan ging ik op de fiets. Dus ik had er echt voor over om het hele eind op de fiets te gaan. Door weer en wind van het gooien. Het was wel echt een behoorlijk eind hoor, was dat. Toch wel, denk ik wel 2 uur fietsen of zo. He, via Naarden, Muiden, Muiderberg, zo. Diemen, Amsterdam. Mooie tocht, ja. Dat was een mooie tocht. En dan zette je fiets neer. Gewoon op de Leidseplein. Hè? En dan pakte hij hem weer naar afloop en dan fietste hij dan weer naar huis. Onbegrijpelijk eigenlijk. Alleen maar om een film te kunnen zien. Weet je. Ik had er echt heel veel voor over. Fysiek ook. Ook Londen, echt hele lange tochten. Om naar hele rare buitengebieden te gaan. Om daar een film nog te kunnen zien. Dat is heel raar eigenlijk, ja. Niemand begreep dat ooit hoor. Ik moest dat altijd wel uitleggen en iedereen vond het krankzinnig. Dacht echt dat ik half getikt was. Dat was... Het hoorde toen niet bij de goede gewoonten, om zo in film te zijn. Dat kan je nou ook niet meer voorstellen, maar toen was het eigenlijk iets wat een beetje shady was, een beetje half-half, een beetje raar. En wat, kun je daar wat meer over doorgaan? Wat was het dan? Nou, het was niet echt netjes, hè. Ja. De kerkelijke mensen vonden het vaak verkeerd en zondig en je kwam op verkeerde gedachten kennelijk en leerde er verkeerde dingen. Ja, je zag ook inderdaad allerlei dingen waarvan je nog nauwelijks weet had. Hè? Ik bedoel, films over, de eerste films over verdovende middelen, weet ik nog. Franse film heette L'Esclave. Nou, ik was diep onder de indruk daarvan. En ook een Amerikaanse film, The Man with the Golden Arm, met Frank Sinatra. Hè, waar die een spuiter was en zo. Dingen ongekend, weet je wel. Maar... Wat dat betreft was het ook een heel leerzaam iets, de bioscoop. Je leerde gewoon een hele hoop over de wereld. Ook over films met seks en zo. Hè? Die zag je toen al. Je ging wel eens met een vriendinnetje naar films waar je eigenlijk niet geacht werd naartoe te gaan en zo. Hè? Dat vertelde je ook helemaal niet thuis dat je daar geweest was. Was dat Hollywood of was het juist Europees? Nee, dat was Europees. Hollywood had niet van die echte seksfilms. Althans, die kwamen niet in Nederland. Hè? Die draaiden misschien achteraf zaaltjes in grote steden in Amerika, maar niet hier. Nee. Nee, dit waren Europese dingen en zo. Zogenaamd voorlichtend ook zo. Zogenaamd, weet je wel, waren dan een educatief tintje, hè, kregen ze dan. Ja. Over geslachtsziekten of zo? Ja, dat soort dingen, ja, ja. Allemaal vreselijke dingen die er kunnen gebeuren. Maar ook later wel Franse films. Fransen waren natuurlijk altijd wel sterk daarin. Je had eentje die heette...
In Nederland hadden ze een vreselijke, zo'n zompere titel, hè, kregen ze altijd in Nederland vroeger. Er werden ze nog allemaal vertaald. Heette, zij die van de zonde leven. En dat heette Les Compagnons de la Nuit, heette die in het Frans. Veel mooiere titel. Maar die draaide maanden. Waar? En, ja, in de grote bioscopen. Echt in de grote bioscopen. Ik zou nou niet... Niet in Rex? Nee. Hier in Rotterdam? Nee. In de Lumières en zo, hè, zal die gedraaid hebben. Ik weet niet precies. Kan Thalia geweest zijn als die toen al open was. Of ja, Arena, Capitool, dat soort theaters. Hè. Nee, het was echt mainstream. Dat was echt... En Françoise Arnoul speelde de hoofdrol. En had zo'n regenjasje aan, weet je wel, met, hè, wat zo met, hè, dicht geknoopt was. En dan zo langs de boulevards lopen en dan allerlei avonturen met mensen. Ja, dat is ongelooflijk. Dus je leerde inderdaad verkeerde dingen in de ogen van een hele hoop mensen. Maar de meeste films waren natuurlijk heel braaf. En wie waren dan die hoop mensen? Waren dat opvoeders of omgeving? Of... Nou, in mijn kringen waren ze natuurlijk eigenlijk heel liberaal. Dus die zullen dat helemaal niet zo heel erg hebben gevonden. Hoewel ik van die seksfilms waarschijnlijk niet verteld heb, denk ik. Ik kan me niet herinneren, maar ik denk niet dat ik het verteld heb. Maar andere, ja, je wist wel het land, hoe de kranten en hoe men, tussen aanhalingstekens, daarover dacht. Hè. Dat was niet iets waar je naartoe hoorde te gaan, eigenlijk. Hè. Maar dat is dan meer iets vanuit, want je zat niet in een gelovige kring nee, of zo. Nee, dat is dan nee. Meer vanuit culturele... Ja, dat is gewoon de sfeer in Nederland, toch. En de andere mensen, die geloofden dat wel niet, maar die werden toch wel... In Nederland was die sfeer toch wel niet echt netjes, hè, werd het gevonden. Het was niet echt helemaal netjes. Als je zo vaak naar de film ging, er waren toch wel belangrijkere dingen in de wereld. En als ik hier ging, dan wilde mijn tante ook echt dat ik naar Boymans ging en zo. Hè? En dat vond ze echt dat het erbij hoorde. En dat deed ik dan ook braaf. En dat vond ik ook dan ook wel leuk. Ik vond het wel leuk. En dan gaf je ook een beter gevoel als je dan 2 uur later toch naar de film ging, weet je wel. Ging je toch met opgeheven hoofd, ging je dan de zaal in. Want ik had Boymans toch al achter de rug, weet je wel. Dus je kon het wel combineren, die 2 dingen. Maar überhaupt, ja, ik weet niet, in Nederland deed men dat gewoon niet. Mensen waren altijd trots, ja, de film, ah nee. En, als het eens per jaar is, is het veel, zeiden een hele hoop mensen. Hè? En daar was men trots op, dat was heel raar. Maar dat was speciaal iets Nederlands. En dat was, voor zover je weet, in Engeland anders? In Engeland was het heel anders, ja. Het had op de grote bussen door de Londen reden, had een grote aansprekende dingen van let's go to the picture, staat er altijd. Dat betekent laten we naar de film gaan. En dat soort dingen, hè. Daar was het, iedereen ging naar de film, hè. Veel meer. En overal ging men meer, behalve in Nederland, dat is heel raar. Wij waren met Albanië en nog een ander van een land, waar stonden wij helemaal onderaan altijd. Nu is het misschien ietsje beter geworden, maar wij zijn nog altijd een land waar men minder gaat dan in andere gebieden. Hoe zou je het bioscoop, dus misschien een beetje algemene vraag, maar hoe zou je het bioscooppubliek in de jaren 50 omschrijven in Nederland of in Rotterdam? Ja, ik weet niet of ik echt een onderscheid kan maken tussen Rotterdam en andere plaatsen waar ik ging. Hè. Maar ja, ik vond natuurlijk altijd leukere mensen dan de andere mensen. En je wist dat je onder gelijkgestemden zat. Hè. En dat was al een warm gevoel, gaf dat, vond ik. Hè. Dat waren dus de mensen die ook iets anders zochten dan alleen maar het keurige leven zoals het hier was in Nederland. Dat was natuurlijk eigenlijk vrij saai, het jaren 50 leven in Nederland. Hoewel het ook niet zo saai is als mensen misschien denken vaak. Maar toch, het was dan braaf natuurlijk. Het was erg braaf. Hè. Ja. Maar had je ook contact met mensen in het publiek dan? Nou ja, ik kreeg later een vriend met wie ik heel veel ging. Dus dan ook gelijkgestemd was je en dan ging je eens per week met z'n tweeën. En dan soms maakte ik dan een hele filmdag van, dan begon ik 's morgens vroeg zelf. Hè? En dan ging je al naar 2 films. Of 's morgens vroeg is overdreven, later op de ochtend. Maar in Amsterdam kon je al om 9:30, ook in die tijd al, maar goed, hier denk ik niet. Maar, en dan 's middags en dan 's avonds met hem. Dus, maar verder kende ik niet zo mensen, nee. Maar ook wel eens met een vriendinnetje of zo.
Dus dat, wat waren de, wat, je, wat ik tot nu toe hoor is die vriend, een vriendinnetje of familie, dat waren de... Ja, ja. Of alleen, dat waren de... Of alleen, ja. Maar familie kwam ook weer voor, inderdaad, dat we af en toe, dat waren echte bijzondere uitjes. Een American in Paris, kan ik me herinneren, waar we met z'n allen heen gingen. En we gingen ook elk jaar met deze mensen, met elk jaar was er een nieuwe Disney-film die uitging. En dan gingen we meestal op de avond voor Kerstmis naar die Disney-film. Dat zijn van die grote evenementen die ik me werkelijk kan herinneren. Ik weet ook de bioscoop nog, die heette Churchill in Hilversum. En die was genoemd naar de grote Engelse leider natuurlijk, na de oorlog. En dat vond ik wel erg mooi dat een bioscoop naar hem werd genoemd zelfs. Pleinen, maar ook een bioscoop. En daar gingen we altijd naar Disney-film. Maar dus ook met familie inderdaad. Ja. En dat publiek, reageerde dat wel eens op de film? Nou, niet zoals in Engeland. In Engeland werd veel meer gereageerd, werd veel harder gelachen. Er werd veel meer, meer geklapt en gezongen, misschien half bij songs dan in Nederland. Hè? De Nederlandse... En dan zag je dezelfde film terug in Nederland en dacht je, god, iedereen lag helemaal blauw in Engeland. En hier, als er een klein... half lachje dan hier en daar veel, dan was je al blij. He? Op een of andere manier zijn de mensen je teruggetrokken, dan lijkt het wel. He? Ook als ze in de bioscoop zitten. Echt een meeleven, dat merk je niet. Als je in Amerika later kwam, daar is het nog veel gekker. He? Veel meer. En in andere landen is het nog weer sterker. Weet je? Dus men kan echt heel erg meeleven, maar dat doet men in Nederland niet veel. En enkele keer, heel enkele keer, zeker op het filmfestival, heb je applaus na afloop. Maar dat is echt iets heel zeldzaams. Ja. En waar zit dat in volgens jou? Ja, toch een zekere afstandelijkheid die toch groter is hier, vind ik. Toch iets groter. Ja, het is wel aardig en we gaan naar kijken. Maar niet dat je naar een enorme vuur... en dat je daar je hart verliest, bij wijze van spreken, bij een film. Hè? Dat is toch wat iets minder, lijkt mij. Ja. Je hebt ze natuurlijk er wel tussen zitten, natuurlijk. Maar de sfeer in het land is anders, toch, vind ik. En zingen gebeurde ook niet veel, dus meezingen van het publiek? Nee. Ik kan me wel herinneren dat je dat nog na de oorlog had in sommige theaters. Dat je nog in de pauze bij het orgel, maar of dat nou in Rotterdam is, dat ben ik niet 100% zeker van. Maar ik weet zeker van het Royal Theater in Amsterdam. Bernard Drucker was het daar volgens mij. Die speelde dan en dan zag je de tekst. En dan met zo'n balletje gaf dat balletje aan welk woord we waren. En dan kon je dus meezingen met elke tekst. En dat was ontzettend leuk. Dat was ontzettend goeier. En gezellig ook. Daar zong je ook mee? Ja, ik zal het wel niet met uit volle borst hebben gedaan. Toch altijd door je familie waar je dan vandaan komt, dan deed je dat niet. Dus half gegeneerd, maar ik vond het wel prachtig dat men dat deed en zo. En mensen deden dat echt met volle borst, ja, volgens mij. Heel veel mensen. En in Engeland gebeurde dat veel meer nog, ja, die cultuur had je daar, ja. Ja, ja. Ik vond het ook mooi in Engeland, dan moest je ook vaak in de rij staan, buiten het theater, om erin te kunnen. Dat vond ik ook mooi. Dat had ook iets van, ja, je verheugen erop, en ook een half uur in de rij staan, vond ik fantastisch. Overal had je van een bordje op de stoep, en voor verschillende rangen, hier, een rang daar, en dan stond je voor die rang in de rij en daar voor die rang en zo. En dan stond er een portier en die zei, nou je kunt allemaal met 20 tegelijk nu zo naar het theater. Dat soort dingen, ongelooflijk. En dan was er ook een muzikant, vaak die erbij stond. En met een harmonica of zo, en soms met een zanger erbij. En die vermaakte de mensen zolang het duurde. En die kreeg dan een paar pennies van deze en gene. Dat heb ik in Nederland nooit gezien. Maar kort na de oorlog had je wel rijen voor die bioscopen in Nederland. Dat is echt ongelooflijk. Als je de oude foto's ziet. Hè? En de mensen. Toen was er echt een honger naar film, blijkbaar. Hè? De eerste jaren na de oorlog. Toen, maar in de loop van de jaren 50 was het niet meer. Dat vlakte af. Dat vlakte af. Maar er waren natuurlijk enorme kassuccessen. Waar mensen wel naartoe gingen. The Guns of Navarone, dat is ook een film bijvoorbeeld uit die tijd. From Here to Eternity, films als dat. Er waren films die ook weken en maanden liepen natuurlijk. Hè? Ook Singing in the Rain en American in Paris. Dat waren allemaal films die enorme successen waren.
Dus die waren er wel. Maar de gewone film, de doorsnee film, films die je er ook graag als liefhebber bij pakt, weet je wel, die trokken altijd een heel matig publiek. En als je denkt aan de leeftijd van het publiek, was dat gemêleerd of heb je een beeld bij je samen? Ja, dat hing natuurlijk helemaal af van de film waar je heen ging, weet je wel. Je had toch vroeger de hele sterke leeftijdscategorieën, 18 jaar had je vroeger. En dat is natuurlijk allemaal veranderd, maar toen had je 18, 14 en alle leeftijden. Hè? En dat was natuurlijk maar één groot doel. Als je 14 was, wilde je al heel gauw naar een film van 18 als het kon natuurlijk. Hè? En als je 12 was, wilde je naar 14 en zo. En dat was natuurlijk alles spannender en zo. Lukte dat? Nou, ik was wel braaf, denk ik. Ik was wel een braaf jongetje. Ik denk, ik kan me niet zo heel erg heugen. Ja, ik zou heus wel eens een keer als 13-jarige naar een film van 14, dan krijg je natuurlijk geen haan naar. En met 17 naar 18 en dat soort dingen natuurlijk. Maar ik kan me niet herinneren dat ik het al deed met 15 of zoiets. Hè? Als je dat al probeerde. In Engeland werd dat nog meer uitgewerkt, dat hele idee van een scheiding. Dan had je X-categorie. En daar werd heel erg mee geadverteerd, ook X. Want dat werd dan gesuggereerd, daar zag je ongelofelijke dingen natuurlijk. Hè? Er werd heel groot X gezet. Alleen maar voor volwassenen. Hè? Dus iedereen wilde daar graag naartoe, als je volwassen was althans. Ja. Of als je dat werd bijna. Ja. Ja. Kleden je speciaal voor bioscoopbezoek? Ja, dat hing ervan af met wie je ging. Hè. Als je met de familie ging, dan ging je waarschijnlijk wel netjes. En waren natuurlijk allemaal ontzettend netjes in de jaren 50. Als ik oude foto's zie, dan sta je versteld ervan. Hè. Als je voor de gekste kleren, dan had je een das aan altijd. Hè. Een jasje en een das, dat was eigenlijk heel gewoon. Eigenlijk. Dus ik denk dat als we naar de film gingen, droegen wij zeker een jasje en een dasje. Hè. Als ik zelf ging, alleen in Rotterdam bijvoorbeeld, of in Londen, dat denk ik niet. Misschien wel eens een jasje, omdat je dat eenmaal vaak droeg hè, in die tijd. Heel gek. Maar ik ben denk ik wel gauw opgehouden toen dat kon. En in truien en dergelijke dingen gegaan. En was dat ook deels die verandering, zeg maar, in kledingstijl? Kwam dat ook deels door de film? Of had dat met elkaar te maken? Ja, ik denk niet dat je naar Laurel en Hardy film keurig gekleed zou moeten gaan, speciaal. Hè. Maar als je... Ja? Ik bedoel meer van het modebeeld, zoals het in de films... Nou ja, je wilde natuurlijk wel, dat was inderdaad wel een enorme inspiratie. Inderdaad. Toen je James Dean eenmaal had gezien, weet je wel, in jeans en zo. Iedere jongen of meisje, vooral jongens toch, denk ik, wilde toch jeans. Dat was... Nou, je was de koning te rijk als je eerste paar jeans, dat kan iedereen zich bijna herinneren uit die tijd, geloof ik. Het is nu een soort, zo algemeen dat je er niet meer over nadenkt natuurlijk, maar toen was dat iets ongekends. Ja, net als het beeld überhaupt, wat ik zei van film, dat het iets heel bijzonders was, waren dit soort dingen ook heel bijzonder. Eerst de nylons, weet je wel, al die dingen, lipstick die kwam, al die dingen waren even kleine evenementen toch wel. Hè? En jeans kan ik me echt herinneren. Weet je, de koning te rijk, werkelijk. Maar wat de invloed van die film was ook. Waar zou je het anders kunnen zien? Alleen op foto's, tijdschriften waren ook belangrijk. Tijdschriften speelden mij ook een hele grote rol. Wij hadden een leesportefeuille met heel veel Amerikaanse bladen erin. En ja, die droomde je weg bij al die foto's. Hè? En die advertenties. Van al die ideale gezinnen en leuke mensen. Weet je wel, die je zag. En zo wilde je natuurlijk ook zijn. Natuurlijk. Dat was dan eenmaal het beeld waarnaar je streefde. Hè? Iedereen, denk ik. Meisjes zeker ook. Hm? Ja. Ja, dat zag je ook. Je zag ook Doris Days. Ja, iedereen ging dat nadoen. En kapsels en zo. Het was enorm. Veel meer dan film nu is. Hè? Was het een. Het voorbeeld nu heb je meer de pop scene natuurlijk. Hè? Die rol heeft overgenomen. Hè? He, dus dat was een hele andere, ja, de film was het voorbeeld voor iedereen. Ik denk dat het een hele grote rol heeft gespeeld, denk ik, inderdaad. Hoe mensen zich bewogen, wat ze zeiden, wat ze deden. Het was je hele manier van doen, he. Dat was toch eigenlijk
Dat kwam toch voort eigenlijk uit, denk ik, uit de film en later televisie natuurlijk ook. Kan je daar een concreet voorbeeld van voor de geest halen? De manier van doen, dus bewegen of handelen, zeg maar. Ja, Grease is natuurlijk een heel erg voor de hand liggend voorbeeld. Hè? West Side Story, al dat soort films. Ja, wat je noemde zelf al Doris Day. In Nederland was die vooral heel erg populair ook. Gek genoeg. Waarom is dat gek? Ja, ik weet niet waarom ze speciaal in Nederland zo enorm populair was. Ze was in andere landen ook populair, maar Nederland was wel heel speciaal. Je hebt geen theorie daarover? Ja, blond, ja, maar dat speelt toch, waarom zou blond in Nederland speciaal zo aanspreken? Ik weet het niet. En dat frisse, het was ook, ik denk dat het wel gauw acceptabel was voor een hele hoop mensen die ook wel tegen film waren. De eerste waren haar films heel netjes, in zekere zin. En vrolijk, en zij was altijd het onschuldige meisje. Het was toch een beroemde zin van, wie was dat ook weer? Een acteur die zei, wie was dat nou? Ik kende Doris Day al voor ze een virgin was. En zo, iemand heeft dat gezegd, een andere mede-acteur van haar. En dus daarom was ze misschien voor een brede groep mensen, voor wie een bioscoop een beetje taboe was, half, was zij wel acceptabel. Is dat dan misschien ook voor uzelf? Want u zelf was ook een grote fan. Is dat voor uzelf ook een overweging geweest? Nee. Nee. Want u zei dat uw omgeving af en toe wat gevoelens had over film. Ja, maar dat was niet zo dat ik me dan bij Doris Day dan speciaal. Nee, voor mij was dat überhaupt geen punt, dit. Dat was. Maar. Dat is meer een theorie, dus waarom, als je vraagt waarom zou zij nou zo populair zijn geworden in Nederland, een aantal jaren, dan ga je dus denken aan dat soort dingen. Dat het meer, meer gezond amusement zou dat misschien geheten kunnen hebben in bepaalde kringen. Hè? Dus geen Jane Mansfield, zeg maar. Nee. Veel minder op de seks gericht. Hè? Zag natuurlijk heel leuk uit en zo, maar de seks werd niet benadrukt. Hè? Zelf toen ze later wel eens een keer een film speelde waarin dat wel het geval was, schrok ze zelf er ongeveer van, geloof ik. Terwijl ze ook niet dat haar zoon die film ging bekijken. Zo. Love me or leave me. Ja. Maar ja. Oh ja, een heel specifieke vraag. Heeft u Gone with the Wind gezien? En ja. Kun je meer over vertellen over die herinnering aan? Ja, natuurlijk ongelooflijk. Ja, ik vond het natuurlijk een fantastische film in die tijd. Ik denk dat ik hem pas niet helemaal het begin al heb gezien. Ik denk misschien dat hij. Ik weet niet eens meer of dat de eerste release was in Nederland of dat het de tweede was. Ik denk zo in. Ook in de jaren 50. En ik zag hem met mijn pleegmoeder, om het zo maar te noemen, in Amsterdam. En het was gek genoeg in Criterion, kan ik me herinneren. En daar waren allebei diep onder de indruk. Ja, dat was natuurlijk een. Van dat op een spektakelniveau, terwijl hij al wist dat hij al van 39 was. Ook toen nog, hè, van ongekende omvang eigenlijk. Hè. En natuurlijk een fantastisch, zo'n sappig verhaal. Hè, en je dacht toen nog niet na over de implicaties qua zwart en blank. Hè. Dat nam je allemaal voor zoete koek. Aanvaarde je dat, hè? En die verhoudingen waren trouwens ook heel zachtzinnig eigenlijk, hè, tussen die, dus eigenlijk was dat een heel, heel, ja, hoe kan ik zeggen, liefelijk beeld bijna. Hè. En dat al die zwarten zich in die rol schikten, hè, dat aanvaarde je, daar stond je helemaal niet bij stil. Maar dat zijn aspecten die je pas veel later ging bedenken misschien. Maar ik denk ook dat het in sommige gevallen in dat soort staten en dat soort families ook werkelijk zo was. Daar waren ook hechte banden, dat was gewoon ook zo, heb ik ook wel begrepen van mensen uit die kringen. Ja. Zijn er bepaalde scènes die heel erg bijgebleven zijn? Ja, nou ja, het bekende scènes tussen Red Butler en Scarlett O'Hara natuurlijk en zo. Dingen die op zo'n prachtige trap daar staan. En ja, ze waren allemaal fantastische mensen waar je met open mond naar keken, de acteurs en de
actrices. Nou ja, maar ook gewoon de spektakelscènes, toch ook de enorme, hè, wat Hollywood toen al vermocht, hè, wat ze toen al aandurfde, die burgeroorlog, hoe dat in scène werd gebracht. En ja, al die gewonden en zo, het was toch wel een vrij onthullend beeld ook van het oorlog voeren. Toen had ik misschien nog niet zo erg veel oorlogsfilms gezien en zo, dus dat was... Voor die tijd althans, was dat toch wel ook al iets bijzonders. Ja, nee, ik vond het prachtige film. En de kostuum is natuurlijk geweldig. Ja. Ja. Ik denk dat het een hele moeilijke vraag is, maar zijn er bepaalde films die, zeg maar, laten we zeggen, de jaren 50 voor jou, enorm uitschieten, die zeg maar de sterkste herinnering geven? Ja. Ja, het zijn toch wel een aantal, denk ik. Hè. Het is moeilijk om er... Nou, East of Eden kan ik me herinneren, de eerste film van James Dean, ook door hem en door een vader-zoon conflict, wat daar heel erg in voorkomt, daar een boek van Steinbeck. Ja, maar ook door de beelden, het was een van de eerste cinemascoopfilms, dat maakte ook al indruk. En de manier waarop Kazan, de regisseur, de camera liet hanteren en zo. Enorme shots, waar hij toch vrij gedurfde dingen mee deed. En dat brede beeld was toen al iets waar iedereen zijn hoofd over brak. Hoe moet dat gedaan worden? Hoe doe je dat? Ook min of meer intieme drama's. En dan toch dat brede beeld. En dan, ja, je leefde wat dat betreft bijna mee. Hè? En, maar ja, ook door de rollen van de mensen, ja, het hele gegeven. Maar er waren ook veel meer films, oorlogsfilms. Een grote, enorme, succesvolle film uit die tijd was Battleground. Die heette in Nederland Bastogne. Dat ging over de opmars van de Amerikanen in de Ardennen, het Ardennenoffensief. En hoe het misging daar eigenlijk. Hè. En toen, dat leek al het einde van de oorlog in zicht en toen ging het uiteindelijk nog mis. En dat, ja... Op een of andere manier was een zwart-wit film met Van Johnson. Op een of andere manier raakte die bij heel veel mensen een snaar, blijkbaar in Nederland. Ik weet niet waarom. Het was een van de eerste hele grote successen op het oorlogsfilmgebied, waarvan later zijn er veel meer gekomen. Battle Cry krijg je en allerlei andere. Maar deze staat mij vooral bij. Misschien ook in termen van emotie. Van, ja. Bijvoorbeeld een film, ja. Een enorme, ofwel... Lachen of juist heel verdrietig of juist heel bang? Ja, van lachen kan ik me heel erg de eerste films van Danny Kaye herinneren. Dat waren echt ook ongelofelijke ervaringen. The Secret Life of Walter Mitty, een van de eerste van Danny Kaye, Knock on Wood. Ja, ik vond hem echt een openbaring. Zo'n veelzijdige en leuke acteur. En, ja, echt fantastisch. Maar dat vond ik van Laurel en Hardy ook. Was ik ook kapot van, trouwens. Terwijl die al lang voor oorlogs waren, natuurlijk. En de eerste grote musicals, natuurlijk, die hebben nog wel allermeeste indruk gemaakt. Singing in the Rain, The American in Paris, Big Thing Beauty met Esther Williams. Dat had ik toen al vrij gauw door dat die in de laatste jaren van de oorlog gemaakt was. En dat ze toen in andere delen van de wereld bezig waren met dit soort dingen. Dat was bijna, ja, dus, bijna ongelooflijk. Dat ze grote jazzorkesten rond zwembaden en danseressen in zwempakken die in het water sprongen en daar een dans eigenlijk volvoerden in het water. Ja, onbegrijpelijke dingen. Als je denkt aan die grauwheid en de vreselijke dingen die hier gebeurden. En voorkomen daarom de kennismaking met een andere wereld en die natuurlijk voorkomen lichtzinnig was, maar dat er zoiets mogelijk was en dat mensen dus bezig waren om geld te verdienen met dit soort dingen en dat er een publiek voor was überhaupt. Als je daar allemaal bij stil stond, dat waren echt, ja... Gaf dat ook juist een optimistisch gevoel? Ja, een heel erg optimistisch gevoel gaf dat. Van dit moet een andere tijd inluiden of in kunnen luiden. Net een andere wereld en waren toen ontzettend naïef in die tijd. Die dachten echt dat er iets geleerd was en zo. En die vrolijkheid en dat optimisme wat
dat soort films konden hebben. Hè? Die waren een enorme motor. Het heeft mij eroverheen geholpen, moet ik zeggen. Voor mij is het enorm belangrijk geweest dat ik al die films heb gezien. En het heeft mij een soort levensmoed gegeven. Een soort levenswil ook bijna. Klinkt allemaal pathetisch en overdreven, maar het is zeker, zeker waar. Ik denk dat ik het niet had gered, psychisch denk ik, na de oorlog, zonder dat soort ervaringen in de bioscoop. Dus ik heb voor een deel, dat is natuurlijk overdreven om het helemaal daaraan te wijten, maar toch voor een deel, mijn voortleven te danken, denk ik, aan ervaringen in die donkere zalen. Is dat gekke. En is dat dan, moet ik dat zien als een, is dat een vorm van escapisme, is dat een goede term of niet? Ja, maar ook, dat zit er zeker in, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Je bent natuurlijk weg van de wereld, want het dagelijks leven is natuurlijk niet altijd even leuk, ook niet voor een scholier, weet je wel, dat is altijd vervelende dingen. Maar dat is toch in het simpele vlak. En je hoeft ook niet te denken over allerlei dingen die misschien gebeurd zijn en zo. Maar toch ook dat het je echt een soort een push geeft, weet je wel. En dat je dat probeert vast te houden, iets daarvan. Hè? Wel bewust. Hoe hield je dat vast? Nou ja, omdat die muziek is natuurlijk een belangrijk motor wat dat betreft. Hè? Je kan die muziek steeds meer opzetten. Hè? Al heel gauw ging ik plaatjes kopen en dan kon je steeds maar weer en weer en weer. En dat als je uit school kwam of wat dan ook en dan had je toch een enorme vreugde en een enorme zin om nieuwe dingen te gaan doen. En je kreeg echt, en je wilde wat. Hè? Iets van die levenslust die sommige van die films hadden. Hè? Die bestond toch kennelijk, weet je wel, op een of andere manier. Hè? Je wist wel dat die natuurlijk gefabriceerd werd, enigszins. He? Nog niet in volle omvang, maar je had toch al gauw door natuurlijk dat het allemaal... Maar het feit dat je dat als beroep kon hebben überhaupt, he? Wat dat betreft was ik wel jaloers op het feit dat je andere mensen in andere delen van de wereld misschien een beroep konden... Nou, in Nederland was het natuurlijk ondenkbaar. Ik ging wel eens, door een gelukkig toeval, kwam ik wel eens in de Cinetone-studio's bij Amsterdam. Maar dat vond ik ook wel ongelooflijk prachtig natuurlijk allemaal. Maar het was toch maar behelpen natuurlijk vergeleken met die behind-the-scenes films die je in de bioscoop zag. Van theaters en filmstudio's, weet je wel. Ja. Ik moest ook denken aan het plakboek, Doris Day plakboek. Was dat ook een manier om dat vast te houden? Ja, ook dat natuurlijk. Ja, die plaatjes, maar zeker ook elk fotootje wat je had, dan ging je gulzig uitknippen. En ook tijdschriften, ook niet alleen over haar, maar alles. Hè. Die op dat gebied. Ik was al meteen geabonneerd op een Engels weekblad. Picture Gore heette dat. En elke vreugde dat dat kwam. In een rolletje opgerold kwam dat. Zo verpakt in de bus elke week. En die vreugde om het open te maken. En alleen maar daarover alles, weet je wel. Want er was ook een Nederlands filmtijdschrift, maar dat was niks. Of? Nee, dat vond ik niks. Nee, maar ik... Ja, het was allemaal heel saai. Ja, dat was zo braaf. En zo, ja, keurig ook, hè. Zo keurig, zo netjes. Allemaal. Ja, ik zag het er wel af en toe. Is beter dan niks natuurlijk. Beter dan niks. Maar onder die noemer zag ik het ook echt. Beter dan niks. Piccolo, je had ook al van die bladen over lichte muziek en zo. Maar het was allemaal een beetje behelpen. En slecht van kleur, als ze in kleur waren, althans die bladen. Maar... Tjoen, ja, dat vond ik ook wel aardig, ja. Maar ja, dat vond ik toch allemaal, ja, niet het echte werk. Ja, en ze werden ook zo goed geschreven, maar ik was wel vrij goed in Engels, al vrij gauw. Dus ik kon die stukjes daadwerkelijk wel lezen ook. Hè? En die hebben mij ook wel heel erg gevormd. Het lezen van elke week, die recensies, alle films werden daarin besproken ook. Plus allerlei nieuws daaromheen en zo. Dus dat heeft ook heel veel. En ik las ook andere bladen bij die mensen waar ik was. Daar kwamen allerlei bladen. Dus wat dat betreft was ik ook niet in een normale positie. Dus ik kan eigenlijk ook niet, wat dat betreft, geen algemeen verhaal vertellen. Hè. Dat is heel erg toevallig ook, natuurlijk. Omdat ik in zo'n sfeer
opgroeide enigszins. Ja. Nou ja, tot nu toe ben ik achter dat een algemeen verhaal ook niet bestaat. Nee, het zal voor iedereen natuurlijk anders zijn natuurlijk. Hè? Dat juist. Ja. Dat moet ik een beetje gaan af. Ja, dus in de krant in de jaren 50 in Rotterdam kwam berichten tegen over zogenaamde wilde bioscopen. Gekke, nee. Daar ben ik heel weinig van. Ik heb alleen gehoord wel eens van Heiplaat. Mm-hmm. Heiplaat. Mm-hmm. Dat daar een zaal was, maar ik weet niet of die officieel was eigenlijk. Ja, dat was een reisbioscoop. Dus daar wel, dat is wel een bekende zaal. Maar ja. Tenminste, weinig Rotterdam misschien wel heen. Ja. Ja, en ik weet wel eens dat mensen thuis een schermpje hadden en zo en wel eens films konden huren of lenen of wat dan ook. Dat gebeurde wel. Dat een familie waar dat wel eens gebeurde, maar niet dat er andere mensen bij kwamen. Daar kan ik me niets van herinneren. Daar weet ik niks van, nee. En sowieso veel filmvertoning buiten de bioscoop in deze periode? Buurthuizen, scholen? Nou, mijn allereerste ervaring, wat je heel even over vertelde, was het Harskamp, dat was een zaaltje ergens in het dorp. Mm-hmm. En dat wat voor een avondje was daar een soort dorps gebeuren. En daar werd een film over de walvisvaart vertoond toen. En dat, nou ja, dat was zoiets. Maar het was mijn allereerste ervaring. Dat heb ik dus verder nooit meer meegemaakt. Net noemde heel eventjes het volkslied. Dat werd dat in Nederland in de bioscoop gespeeld. Nooit meegemaakt, nee. Maar in Engeland was het inderdaad na elk voorstelling. Nee, het is niet helemaal waar wat ik zeg. De laatste voorstelling van de dag was het. Dus de laatste van de dag, als ik het wel heb. En sommige mensen die hadden dan haast en die probeerden dan weg te glippen net voor het begon. Want als het begon, dan moest je blijven staan. En dan iedereen stond keurig tot het afgelopen was. Maar later kwam dan in Engeland ook de klad in. En toen werden alleen maar de eerste tonen van het volkslied nog gespeeld. En later verdween het helemaal. Maar ik vond het wel mooi. Hè? Dat gaf wel ook wel iets van dat bioscopen ook iets meer was dan alleen maar amusement voor mensen van de straat, bij wijze van spreken. Weet je wel? Dat was echt. Werd belangrijk gevonden. Zo dat het eindigde met de koningin die op een paard keek naar het afnemen van de parade afnam, om het zo maar te noemen. Oh, er waren ook beelden bij? Of? Er waren beelden bij. Ja, er waren beelden. Nee, het bleef een bioscoop. Althans, die bioscoop waar ik kwam, waar ik me dat kan herinneren, waren de beelden bij. En dat is altijd dezelfde? Of? Altijd dezelfde beelden. Ja, ik denk dat die misschien per jaar of per 2 jaar of wat dan ook werden veranderd. Maar dan zag je haar op een paard zitten, ik denk op een bepaalde grote dag in Londen, dat ze de parade afnam. Althans, wat ik me van kan herinneren. Dat was wel leuk, ja. Dat vond ik helemaal niet erg. Ik vond het wel een mooie afsluiting eigenlijk. Het was wel gek, hè? Net na de laatste tonen verklonken waren van de film, dan ging het onmiddellijk over. Hè? In het nationale volkslied. Ja. Ja, ik heb een hele stapel. Wat moet ik tekenen? Waar je dan, niet woonde in dit geval, maar waar je verbleef. En dan hoe de routes waren, de belangrijkste routes naar de bioscoop. Ik verbleef hier. Hmm. Maak maar een kruisje of zo. En, ja. Daar. En dan een aantal van de belangrijkste routes misschien, die je kan herinneren. Dat kunnen ze niet allemaal doen, denk ik. Dat dan. Even kijken. Zo even kijken. Ja. Ja, dit zal de belangrijkste geweest zijn. Maar bijvoorbeeld Prinses is misschien ook wel aardig omdat hij ver weg is. Ja. Maar ja, dan, hoe zou je dan gegaan zijn? Ging je dan lopen? Dat ging je wel met de tram? Ja, dan ging je met de tram, denk ik, ja. Ja, die is dus hier. Hè? Even kijken. Nieuwe Binnenweg. Hier. Even kijken. Nee, waar was hij nou? Ja. Nee, hier. Hier. Dus dan gingen wij denk ik wel met de auto ook. Oh ja, gelukkig. Ja, moet ik dat nou gaan tekenen? Als je het nog weet, dan is het wel leuk. Ik denk dat het zo gegaan zal zijn dan. Ja. En dan ging je, maar als je alleen ging,
Dan ging je niet met de auto? Of nee, dan zal ik met de tram gegaan zijn. Dan zal ik met de tram gegaan zijn. Maar hoe die, ja, de tramlijnen van toen, die waren natuurlijk weer anders dan nu. Hè? Ja. Die reden natuurlijk heel anders. En de routes zijn natuurlijk nooit logisch, hè, van de tram. Hè? Is er misschien nog een route die is bijgebleven, van die je liep? Nou ja, deze naar Zuid, het Colosseum, ja. Dat kan ik me echt herinneren. Dat is een belangrijke wandeling geweest. Dat staat ook in mijn boek beschreven, geloof ik. Hmm. Die is dus hier. Hmm. En toen ging ik, ja, toen was ik in het centrum, denk ik, al gekomen. Ja, dat was die keer dat je, om rond te lopen, ja. Dat je ontsnapt was, wijs van spreken, of... Nou ja, nee. Nee, dat was in de oorlog. Ja, dat was in de oorlog. Ja, nee, dit was na de oorlog, toen ik een keer logeerde, was ik hier aan het kijken. Dus zal ik hier uit het centrum gegaan zijn. Zo, die brug, oh nee, dat is natuurlijk helemaal fout. Die brug, zal het dus hier geweest zijn, zo. En ik kan me herinneren dat ik over die brug liep, dat kan ik me echt herinneren. Zo. En toen ben ik zo gegaan, hier, deze weg. Een gigantisch end. Ja. Gigantisch end, werkelijk. Nou, hier ongeveer was hij. Daar. Dat was echt een van de grootste theaters. En ik was niet de enige die dat vond. Ik weet nog dat ik met Ellen Waller, dat was de beroemdste filmcritica van Nederland, wel eens naartoe reisde. Want er waren persvoorstellingen. En dan zei ze met haar wonderlijke accent, wat ik niet kan nadoen, dat was, met je Duitse accent had ze nog. Dat is toch ongelooflijk, zei ze, Paul, dat er hier zulke theaters zijn in Rotterdam. Die ken ik alleen maar in Londen. Ik heb het gevoel of ik in Londen ben ergens. Hè? In Elephant and Castle ergens. Van die zuidelijke wijken. Dat is heel typisch. En dat was ook zo. Het leek net op een Engels theater. Misschien was dat het voorbeeld geweest. Ooit. Yeah. Dat zou kunnen. Van die grote theaters. Er is nu een prachtige film. Die moet je gaan zien als je die niet... Hij heet Roma. Heb je die gezien? Oh ja, fantastische film. Ja, maar hij draait ook in de bioscoop. Prachtig. En het is echt zonde als je hem niet in de bioscoop ziet. En daar komen ook prachtige bioscoopzalen in voor. Fantastisch. Helemaal zoals ik me kan herinneren. Nee, in Mexico City. Mexico City gaat over een familie daar. Het is helemaal autobiografisch van de Cuarón, die regisseur. Prachtige film. Een van de beste van de laatste jaren, vind ik. Ja. Maar goed, daar komt ook schitterende scènes in bioscopen in voor. En die kan me echt herinneren, dat soort theaters, inderdaad in de naoorlogsjaren uit Londen, vooral. Die hele grote, met grote beelden erin en balkons en je kent allemaal. En voor Rotterdam, voor je Colosseum daar het meest? Dat is een beetje Capitol, in die sfeer. Capitol ook? Capitol, ja, dat was ook een grote, ja. Ja. Maar of die nou zo mooi was, niet zo... voluptueus, weet je wel. Die was minder voluptueus, denk ik. In mijn herinnering, hoor. Luxor had ook wel een beetje dat. Dat grote. Dat hele grote. Niet zo voluptueus ook weer. Maar wel dat grote. En deze had misschien iets daarvan. Maar het kan ook meer vervormd zijn in je herinnering, hoor. Maar het was wel echt een grote bak, was het. En zoals je dat in Nederland niet vaak had. In andere landen had je vaak die hele grote buurtbioscopen. Voor buurten. En daar zag je in dat filmcultuur in dat soort landen een grote rol speelde. Dan zou je in Schiebroek, bij wijze van spreken, ook zo'n theater hebben gehad, weet je. In Londen had je dat, hè? In al dat soort buurten. En hier niet. In Antwerpen ben je daar? Ja, Antwerpen ook. Dat over Roma gesproken, dat is natuurlijk ook een grote zaal in Antwerpen, in een buurt. Oh ja? Roma heet die zo? 2000 stoelen in zijn buurtbioscoop. Werkelijk? Ja. Nou, daarom. Ja, ik wist ook niet wat ik zag de eerste keer toen ik in Antwerpen kwam. Ook op de fiets, inderdaad. Want in een vakantie ben ik gewoon een hele fietstocht gaan maken. Van een paar dagen en zo. Ja, toen was ik al 19, 20 of zo. Ik weet niet, iets dergelijks. En toen ik dat zag, dacht ik inderdaad, ik ben in Londen gewoon hier. Hè? Dat is helemaal dezelfde sfeer. De echte theaters zijn groot en zo. Helaas zijn ze nu allemaal dicht en zo meestal, weet je wel. Al die dingen in het centrum. Hè? Dat is heel erg jammer, maar dat vond ik wel prachtig. Dat hadden wij hier natuurlijk niet. Hè? Die allure. Het was wat poverder. Het was wat simpeler allemaal. Hè? Simpeler was het, ja.
Ja. We kunnen hier nog even naar kijken. Het is wel leuk om deze even aan de kant te gooien. Sorry. Ja. Ik zal even.